Yep, Echte Meisjes in de Jungle is terug. Het meest absurde programma wat ik in 2023 heb gezien. Iemands arm werd gebroken. En nu is er een nieuw seizoen. Laten we even gaan kijken wie er meedoet. Blijf je thuis? Nee, ja. Ben ik serieus? Ik zou het ook nooit meer doen. Dit doe ik nooit meer. Dit doe ik nooit meer. Echt niet. Nooit meer. Jongens, het is niet leuk als er weer meegaat. Kom op, voor de zoveelste keer. Ik ben het daar eigenlijk wel mee eens. Michelle doet weer mee. Hoppa, door. Het is nu echt de laatste keer, ja. Kom op, een keer moet toch afgelopen zijn? Hoe oud is ze nu onderhand? 60 of zo? Michelle wordt elk programma waaraan ze meedoet 10 jaar ouder geschat. Ik ben geen 50, al zeg je dat elke keer weer. Dit seizoen ook weer met Michelle op 132 jaar geleefd. Zo slecht had ze het nog niet in Nederland. In Nederland ben ik echt een heel leuk mens. Maar in het jungle verander ik gewoon van een echt een soort kakkerlak, ja. Ik ga het niet doen. Ooit toch? Ik ga het niet doen. Je hoeft het toch aan te werken, of niet? Ik ga het niet doen. Val wel mee hoor, hoe leuk mens je bent in Nederland. Goed, Michelle doet weer mee. Waarom is zij de laatste tijd zo'n groot onderdeel van mijn leven? Wie doet er nog meer mee? Ik had dus een soort van een ding voor Surinaamse mannen, maar ik ben daar helemaal op afgeknapt hoor, sinds ongeveer 3 weken. Yes, Leslie. Ik vind Leslie leuk. Ik zei 2 weken geleden nog dit over haar in een video. Top, toch? Ze gaan niet meer vechten. Dan worden ze ook niet meer uitgenodigd voor een reality show. Nou, dat was dus niet waar. Leuk, wie nog meer? Wat nou? Ik voel het. Ik hou er wel van om een beetje sfeer te maken. Dus ik hou wel gewoon van gezelligheid en wel een leuke sfeer in de groep. Top, Femke Louise. Ik heb nooit een video ook over haar gemaakt. Wel met haar. Hoe sluit ons programma dan af? Nou, hoe gaan we dat doen? Jongens, het wordt een goed seizoen. Leuke mensen. Lena die doet dit seizoen niet meer mee, want die was vorig jaar de cameraman aan het neuken. Sorry. Nou, toen kwamen ze aan en omdat Valerio zeg maar vorig jaar zo werd behandeld. Jurisierend roze koffertje weggehaald. Ja, dat dacht ik toch van niet, dat stond ik ja. Spreekt hij dit seizoen boodschappen in via de tablet? De meiden moesten weer net als vorig jaar binnen een minuut hun rugzak inpakken. Hoe doe ik hem open dan? Met die clipjes. Oh ja. Oh, die klok gaat mee. Ik heb wel trouwens even gekeken hoe je zo'n rugzak in moet pakken. Shirley, wat bedoel je ook met ik heb opgezocht hoe je een rugzak inpakt? Ik heb wel trouwens even gekeken hoe je zo'n rugzak in moet pakken. Je hebt moeten googlen? Hoe pak je een rugzak in? Ik ben nou wel benieuwd. Laat eens zien. Nee, precies. Je moet de lichte dingen onderop doen, de zware dingen tegen je rug en je slaapzak bovenop. En dan daarop 2 sloffen sigaretten. Ik ga dat ook gewoon niet doen. Ze ziet er wel beter uit, ik was heel gewoon heel. Ze ziet er ook aardiger uit. Misschien zit ze in een goede periode van mijn leven. Misschien ga ik haar leuk vinden, dat grapje. Goed, toen nam zij ook een slof sigaretten mee. Geen idee wie dit is, maar die nam een bijbel mee. De fanatieke Jacomien is als eerste klaar. We kennen Jacomien van de serie Urk. Vooral te zien met haar gay best friend Albert. Als je nou op zoek... Is de gay best friend broer en vader. Ja, ze komt uit Urk toch? Dan kan dat gewoon. En ze is hier niet alleen om haar 2 dochters trots te maken. Ik zal mijn dorp trots maken dat ik de eerste Urker ben in de jungle die dit gewonnen heeft. Wat? Dat klinkt als een goede tactiek. Ik heb geen idee wat ze zei. Oké, door met het inpakken, meiden. Onderbroeken draag ik bijna niet, dus die heb ik niet nodig. Ik zet gewoon mijn blootmoedjes in. Hier, kijk. Kijk, ik heb geen onder. Stop maar met het inpakken. Klaar, ik ben klaar. Ik stop. We gaan door. Ik voel me tijdens dit programma kijken altijd een soort aangerand. De motivatie voor de jungle. Ja, ik heb natuurlijk suikerziekte. En ja, ik wil gewoon eigenlijk iets doen waar mensen die zich beperkt voelen of misschien toch ja, een ziekte hebben waar je altijd mee leeft. Om toch iets te doen ja, voor jezelf te bewijzen dat je gewoon kan. Oh ja, dat gaat die mensen met suikerziekte echt helpen. Tuurlijk, ik heb suikerziekte en daardoor kan ik al het lekkere van de wereld niet eten en drinken, maar ik kan ook dingen wel. Echte Meisjes in de Jungle, seizoen 3. Nou, toen kwam er een helikopter hun ophalen. Damn, weet je nog vorig jaar? Toen was een opdracht in het programma letterlijk spring over de sloot. Ze hadden toen echt een budget van €7,50. Ze hebben dit seizoen helikopters. De volgorde waarin ze bij de bordjes gaan staan, bepaalt ook de volgorde waarin de duo's worden opgehaald. We zijn duo 1. We zijn duo 1. Dit is Kelly in 2001.
Nou, dat is Kelly helemaal niet. Dit is niet Kelly hoor. Dit is Kelly. Dit is gewoon, ik weet niet wie dat is. Ik heb geen idee. Aangezien ik sekswerk doe, ben ik ook constant bezig met bewegen. De hele Kama Sutra van begin tot einde, 3 keer 4 keer op een dag. Dan ben je wel sportief, toch? Dan is Sam een topatleet. Ja, ik doe sekswerk tussen de 12 en 104 mensen per dag. Dus je zou kunnen zeggen dat ik wel een sociaal persoon ben. Nou, toen moest Kelly een hele kop erin, wat ze gewoon heel erg leuk vond. Wat ja, logisch is. Gewoon, ja, toch gewoon leuk in een helikopter over Suriname. Nou, Michelle wilde haar daardoor doodslaan. Van mij is aan, hè? Ik heb scheid. Nu heb ik echt scheid. Eerst was het die wat mij zegt. Klaar. Toen werd iedereen opgehaald zo. En Michelle en Louise als laatste. En die gingen nog even wat spullen jatten van de andere koffers. Hier, dit is gewoon Chanel. Oké, voordat we in de helikopter gaan, ga ik even iemand spullen jatten. Ja, wat gaan ze ook doen, toch? Ik bedoel, vorig jaar heb ik iemands arm gebroken en ik zit hier gewoon weer, dus... ja, dat is wel waar. Ze gingen zelfs kleding gingen ze checken. Wat ik ook wel snap als je er zo uitziet op 70-jarige leeftijd. Nou, Michelle wilde dus Kelly dood hebben, want ze was zelf super bang. Uiteindelijk ging ze zelf ook gewoon en zat ze er toch maar met de sloffen sigaretten. En volgens mij vond ze het nog leuk ook. Dag Michelle. Fuck you, motherfucker. Oké, volgens mij niet. Hey, Free Valerio, man. Hij krijgt geen respect in dit programma. Volg jij nog Louisa? Was alleen maar bij de hand tegen. Ruim je straks wel weer op? Dan mag jij doen, je hebt toch niks te doen. Hoe vond zij trouwens de helikoptervlucht? Louisa! Ik ben er klaar mee. Ik ben er klaar mee. Dit is geen eens een nipslip meer. Dit is gewoon de hele tiet waar ze over struikelt. Stel, Valerio stond nu op hun te wachten met heel zijn lul uit zijn broek. Ja, toen was de wereld te klein hoor. Nou, Valerio stond gewoon met zijn lul in zijn broek hun verwelkomen. Leslie, ja. Wie denk jij dat er dit seizoen gaat winnen? Nou, ik denk Shirley, want wij hebben dus zeg maar met zo'n paranormaal vrouwtje gebeld en die heeft dat voorspeld. Ja. Maar en vroeg je toen nog, wat zie je dan bij mij? Nou, bij mij zag ze niet zoveel verder. Ze hebben ook gewoon iemand gebeld. Niet gewoon even langs gegaan, dat iemand zo naar je handen en naar je aura en je vibe kijkt. Ze hebben gewoon gebeld. Die vrouwen stonden waarschijnlijk gewoon te strijken of zo. Hey, goed nieuws, je gaat wat winnen. Ja, ja, ga je winnen. Oh, jullie zijn met z'n tweeën nu. Jij, die nu praat, jij gaat dat winnen. De ander. Hoe heet zij? Lesbi? Ik denk dat ik seks ga missen. Je zit er met alleen maar vrouwen in die jungle. Ja, en je kan je Satisfyer meenemen, maar als die leeg is na 3 dagen, kun je hem ook niet opladen. 3 dagen? Niet ik die 3 weken met een batterij doe. Ja, maar ik gebruik hem alleen voor het laatste deel. Dan ben ik gewoon helemaal zo mijn best aan het doen. Ik werd gewoon misselijk toen ik mezelf zag in dat scherm. Ik helemaal zo mijn best doen voor echt meerdere minuten. Hij komt aan het einde, laatste procent. Wie krijgt alle credit? Shanta, wat heb jij ter voorbereiding van dit programma gedaan? Een week lang geen McDonald's gegeten. En hoe ging dat? Niet goed. Nee? Hoe lang heb je het volgehouden? 4 dagen. Ik weet niet wie dit is, maar zij acteert. En niet goed ook. Deze meiden zijn allemaal gewoon echt weird. Maar zij speelt weer. Zij wil gewoon meedoen aan het tweede seizoen. Ze zei net ook dit. Bro, ik ga deze game sowieso winnen. Oké, nou, toen werden er teams en teamcaptains gekozen. Esmee en Michelle werden de teamcaptains. Laten we even kijken of zij een tactiek hebben als captain. Ik ga niet bevelen of zo. Het wordt geen Poetin word of zo. Dat mag ik hopen. Poetin is al 2 jaar bezig met genocide. Als captain wil je natuurlijk wel gaan voor het luxe kamp. Dus ik heb het andere team vermoord. Nou, toen moesten ze als opdracht door de jungle lopen. Dit team die rende gewoon door de jungle. En het team van Michelle die zaten in de jungle. En zelfs dat lukte niet eens. Ik wil dit niet meer. We hebben een andere teamcaptain nodig. Nou, jij bent lekker optimistisch. Je bent ook lekker optimistisch. Je hebt alleen maar je dingen. Je hebt echt precies wat Michelle daar zei. Kreeg zij een Tia of zo? Uiteraard was het andere team eerder bij de tweede opdracht. En dan moesten ze geld pakken uit een bak vol kikkers. Nee, je kan het niet. Als ik het kan, dan kan jij het ook. Oh, ik kan het niet. Nee, ik kan het niet. Ik kan het niet. Ik ben niet bang voor kikkers. Maar ja, ga jij maar eens met een geblinddoekte deken met je hand in een bak. Dat is eng, hoor. Hoe laag ligt het niveau in dit programma? Dat gewoon zelfs niemand meer kan praten. Ik ben niet bang voor kikkers, maar ga jij maar eens dat je, als je aankomt nadat je door de jungle, Suriname, en je komt aan en je ziet die groene bak. Maar in die groene bak, je moet met je hand in die groene bak. En als je die...
Ze hebben de productie. Goed, het groene team had dus verloren. En dat vonden ze echt super erg. Ja, het is een wedstrijd natuurlijk. Maar ja, sorry. Met alle respect, maar ik zit hier echt niet voor het geld hoor. Ik wil gewoon luxe. Wat? Ze doet mee aan Echte Meisjes in de Jungle voor luxe? Als dit vooruitgaan is op luxe ten opzichte van je huis. Hoe is haar huis dan? In welke fucking Krottenwijk woont zij? Ah, ze woont in Almere. Nou, toen kwamen ze ergens aan en zagen ze net zoals vorig jaar hun eigen foto's. En ik zweer... Wacht, dit is Esmee. Dat is Esmee. Dit is toch niet Esmee? Hier, dit is zij. Dit is dezelfde persoon. En weet je wat ze zei? Ik zweer, dit zei ze. Nou, wat dan kan jij photoshoppen, kind. Photoshoppen? Dat is zonder photoshoppen, schat. Oh. Dat is een, zonder make-up. Oh, ja. En Shirley ziet er natuurlijk ook zo uit. En dit zijn de echte wimpers van Michelle. En de echte borsten van Kelly. Zij is de Lulu. Weet je nog wat ik net dit zei? Dit is niet Kelly hoor. Op een of andere manier was zij de enige waarvan ze geen onbewerkte foto hadden gehangen. Dat is eigenlijk nog lulliger. Geen stroom, geen water en geen normaal eten. Ja, dat zijn de drie dingen en dat heb je gewoon nodig. En als ik al die dingen niet heb, mijn basis is al gewoon, dan ja, mocht even afkicken. Ik poep echt één keer in de 4 dagen of zo. En mensen zeggen, ja, je moet elke dag poepen. Maar ja, als je daar weinig te eten krijgt, poep ik misschien wel 1 keer in de 8 dagen. Dus dat zou betekenen dat ik, als ik het einde haal, maar 3 keer hoef te poepen. Leslie, ik vroeg je wat je het allermeest gaat missen aan van huis zijn. Nou, toen moesten ze voor een opdracht modder gaan gooien op de tegenpartij. En na 4 kilo modder in de bak was die persoon eruit. Maar het is niet moeilijk, het is niet zwaar. Je moet gewoon... Je pak modder. Je maakt er een balletje van. En je moet het gooien. Ja, dat onthoud ik wel. Goed zo. Dat was mis. Trouwens, omdat zij op Louisa ging gooien... Voor mij is dit wel weer een oorlogsverklaring. Oh, Louisa, dus je hebt mij nodig. Dan ga ik gewoon wel als Captain Poetin door het leven. Wie wil je dood hebben? Nou, toen gooi je dus op Leslie. Met dit als reden. Nou, ik gooi op... mevrouw Lulleslikker. Toch, Les? Jazeker. Hoeveel waren het al, Les? 76. 76 ballen, nou. Jep, er werd op Leslie gegooid omdat ze meer mannen heeft geneukt. 76, nee, 76 ballen. Dat zijn 38 mannen. Als ze alleen balkankervrije gasten heeft geneukt. Ik vind dat wel meevallen. Louisa, ja, die heeft natuurlijk mannenkracht. Ja, je kan alles laten verbouwen aan je. Maar je spieren en je kracht van binnen blijven hetzelfde. Ja! Zo! Dat is niet normaal, hoor. Dat is echt gewoon een halve vent. Ja. Ja, zij deed ook echt iedereen met 1 bal eruit gooien. Weet je ook hoe sterk je moet zijn om 4 kilo klei te kunnen gooien? Dan ben je inderdaad gewoon een halve vent. Nee, nee, zij is een echt meisje in de jungle. Godverdomme. Ik wil dit programma helemaal niet zien.